Hallo mensen, vandaag ben ik weer met een nieuwe video. Vandaag zien jullie weer mijn computer. Want we hebben vandaag weer een hoe maak je een Forge mod. Dit is deel 4 volgens mij en dit is hoe we de mod gaan updaten. Ik heb hem al een tijdje niet gedaan. Hoe maak je een mod, maar hier hebben we hem 1.6.1. En we willen hem 1.6.4. Maar je kan, als je deze tutorial kijkt, kan je hem naar elke Minecraft updaten. Dus als het 1.2 was, had je er ook naar gekund. Of als het terug was. Maar dat weet ik allemaal niet. Alleen soms verandert de code wel. Dus ja, dan moet je uitvinden hoe je dat moet fixen. En als het dan echt het verandert in heel veel dingen, dan probeer ik dat uit te leggen en dan te fixen. Maar naar deze update gaan is niet heel veel veranderd. Dus waarschijnlijk krijg je dan ook geen errors. Maar als je wel errors krijgt, dan moet je het maar in de reacties achterlaten. Dat zou ik zo. Nou, het eerste wat je moet doen is een nieuw mapje maken. Een nieuw modding. Je kan ook... nou, we doen er wel modding. 1.6.4. Heb je hem hier. Dan ga je naar internet. Laat je hem even laden. Zoek dan files.minecraft en dan deze, de eerste, files.minecraftforge.net. Zodat je deze site hebt, zie je al die versies van Minecraft Forge. En zoek dan bij recommended 1.6.4. Maakt niet uit welke versie, als maar de recommended is, tenminste dat is het handigst, Minecraft. Zoek dan niet de installer of de universal, maar de source, dus src. Klik erop. Laat hem even laden. Weer mijn telefoon. Nog maar even zo. Moet je hem even laten laden voordat hij hier klaar is. Dan skip add. Dan download hij hem. Laat hem dan even downloaden. Ga naar je download. Sluit internet af. En doe deze op je bureaublad slepen. En doe down switchen. En dan ben je klaar met je internetgedeelte. Dan heb je dit mapje. Open dan de modding 1.6.4. Zo zet je even aan de kant. Open dan of pak uit die Minecraft Forge source. Die je net hebt gedownload. Ik open hem even. Zie hier een Forge map. Die doe je dan slepen in de modding 1.6.4. Dan moet je die even kopiëren. En dan ben je hiermee klaar. En het volgende wat je moet doen is klik dan op Forge, erin gaan. Dan klik dan dubbelklik op install. Bij een Mac is het install.sh, maar voor PC, voor Windows is het install.bat volgens mij. Dubbelklik erop. Dan zie je hier dat hij gaat downloaden. Dus al die gaat die MCP downloaden en zo. Maar dat ligt allemaal... Het ligt niet... Dan gaat hij dus MCP downloaden, dus Minecraft Coder Pack. Maar dit kan best wel lange tijd duren, dus dan zet ik hem even pauze. Dus dan ben ik zo bij jullie terug als die klaar is. Dus, want dit duurt namelijk best wel lang. Doei. Dus ja, tot zo. En dan ben ik weer, ijsklaar. De install van de Forge ding. Het duurde best wel lange tijd, kan je hier zien. Moet je maar op mijn klok kijken. En uiteindelijk is die klaar. Dan zie je dit, Minecraft Forge, set to finish, press on the key to continue, oké. Okay. En dan heb je dit, maar waar zijn onze source en onze coding en zo? Ah, dan moet je natuurlijk nog erin zetten. Ga dan naar je MCP map, source, ja, in de modding 1.6.4. Ga naar Forge, MCP, source, Minecraft, en hier... Ga er in je modding 1.6.1, dus je oude. Ga dan naar de Forge map. MCP. En het handige is om deze dan nog een keer te recompilen. Dan kan je ondertussen even de dingen instellen. Voor als je een server wil en je wilt dus testen voor je server. Kan je hier dan instellen. Maar dat doen we nu even niet. En dan blijven we hier nog wel even. Even wachten tot deze klaar is.
Ik ga vast in mijn Source Minecraft map. Nou, deze is klaar. Ik dan een key, dus ja. Ga dan naar je Force MCP Source Minecraft map. En zoek dan dat mapje wat je aangemaakt, dus Olaf. En dat is dus degene die we aan hebben gemaakt, waar alle source en zo in staat. Dus deze. Kopieer deze Olaf map naar de nieuwe. Kopieer. En doe hetzelfde met. Ga dan ook in de 1.6.4 in je assets map. Zie je Forge map. Ga ook bij 1.6.1 in je assets map. Dan zie je Craft Games NL staan. Kopieer je die naar de nieuwe. Want dat zijn onze die plaatjes. Als je ziet. En dan is deze klaar. Dan ga je weer terug naar je MCP map. En klik dan bij de nieuwe recompile. Dan gaat hij dus alles herladen en toevoegen en zo. Dan ben je met deze ben je klaar. Dus ja. En ik ben ook niet meer schor, dus ja. Nu nog een heel klein beetje verkouden. Maar dat boeit niet heel veel mensen, maar ja. Als jullie een episode willen van hoe maak je een Forge mod, moet je dat mee in de reacties achterlaten. Dan zal ik kijken of ik die episode kan doen. Bijvoorbeeld, hoe maak je een custom chest of een custom TNT. Dus hoe maak je eigen TNT en hoe maak je dan de explosie groter. Of hoe kan je de explosie uitzetten. Of met een kist, bijvoorbeeld de groene kist, dat heb ik ook. Maar dat moet je dan maar in de reacties achterlaten. Maar ik ga wel gewoon zo'n lijstje en dat doe ik gewoon. Probeer ik elke week dus te uploaden van dit. Dat doe ik elke maandagochtend, want dan moet ik pas het vijfde beginnen, dus ja. Dan ga ik klikken nu op any key, dus enter. Ben je klaar met deze map? Ga dan naar je Eclipse. Waar je dat had geïnstalleerd. Open Eclipse. Kruisje. Dan zie je dit. Dit is van mijn eigen mod. DJ mod. Al die andere dingen. Klik dan op Browse. Want waarschijnlijk staat hij nog bij de oude gelinkt. Ga dan naar je bureaublad. Dat is dit. En zoek dan modding 1.6. Oh, modding 1.6.4 is daar. Modding 1.6.4, dan MCP en dan Eclipse en dan oké. Dan oké. Dan gaat hij dus laden. Dan zijn we bijna klaar, denk ik. Dat is niet heel moeilijk. Vroeger was het altijd wel moeilijk. Moest je met Minecraft.jar en zo, maar nu hoef je alleen maar te installeren. Maak het dan groter wat je wil. Zoek dan Minecraft, dat pijltje, soort. Helemaal naar beneden. Je ziet hier geen error staan. Zie je daar ook niet, alleen maar zo'n. Hier zijn ook geen problems, dus ja. Ga dan in de Olaf.modding. Klik dan de dingen aan. Ja, dat mag je doen. Zo. En dan kan je dit nog veranderen. Hier is het 1.6.1. Dat kan je veranderen naar 1.6.4. Ctrl S. Zo. Zoek je even of alles goed staat. Alles staat goed. Hier ook. Je ziet hier geen errors. De textures die staan nog steeds goed. Item ook. Als je denkt dat het al goed is, klik dan op play. Dan gaan we kijken of die het doet met de nieuwe Minecraft. En als je een error hebt, dan moet je dat maar in de reacties achterlaten. Dan probeer ik het te fixen. Dan maak ik daar waarschijnlijk wel een kleine video voor. Of ik probeer het zo te reageren dat je het snapt. Anders maak ik wel een video voor. Hier ben je hier bij je Minecraft en zoek, kijk dan bij mods, dan Craft Games NL mod 1.6.4 en dan single player
Create new world. Modding. Zo. Laat hem dan even genereren. Want dan genereert hij ook onze... Ah, nee, laat maar. Ik dacht dat we al verder waren in de episode, maar dat waren we nog niet. Er komt ook een episode aan van hoe laat je dingen genereren in Minecraft. Klik dan op de instellingen die je wil. Maar ik verander mijn instellingen even, want... ik heb even geen zin in die zombies en zo. Dit zijn altijd dezelfde instellingen. En wel had ze een language een keer op Afrikaans gezet. Vertaling mag dalk niet 100% accuraat, wees niet. Wees niet. Dat vond ze wel lollig, maar... Ik doe gewoon Engels. Dit klopt allemaal. Ja, controls. Mag je zelf weten. Ik doe mijn inventaris als V. Dan chat als enter. Multiplayer. Klopt allemaal. Zo. En dan zoek hier. Green. Gem. Dan heb je hier green gem. En daar hebben we nu geüpdate naar 1.6.4. Als je het mind. Laten we maken ook onze eigen tools dus. Oh, dan heb je hem hier. Een green gem. En voor de mensen die het niet weten. Die niet die 3D animatie effecten hebben. Zodat hij het mooi draait. Dan moet je dus hier naar options, video settings en dan graphics of fancy zetten. Dan draait hij wel zo. Dan heb je wel lagere FPS. Maar ja, ik zet het altijd weer terug, want ik vind het zo fijner. Nou, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren en te liken en zo. Dus als je errors of zo hebt, moet je maar in de reacties achterlaten. Of als je video's wil. Van hoe maak je een mod. Of als je ook gewoon normale video's wil. Van Minecraft of van Call of Duty van GTA 5. Moet je dat maar achterlaten. Nou, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren en te liken en zo. Dan sluit ik deze af. En doei.